deze serie gaan we de 4 P's behandelen van succesvol ondernemen. In de eerste aflevering gaan we de P van product behandelen. Je kan ze in willekeurige volgorde kan je alle filmpjes bekijken. En als je nu denkt, waar kijk ik nu naar? Kijk dan eens naar de introductiefilm. Die staat namelijk al op mijn YouTube kanaal. Want deze series of deze afleveringen gaan dus hoe we jullie kunnen helpen om je bedrijf te laten groeien. Nou, als geen ander kan dat Richard Kofijberg voor jullie uitleggen. Dat is niet aan mij. Hij is de eigenaar van de Business Factory. En het fantastische is ook dat hij zelf achter de stoel heeft gestaan. Dus hij spreekt onze taal. Dus ik zeg veel kijkplezier. Tijdens het introductiefilmpje wat ik met Natasja Keijzer heb opgenomen, hebben we het gehad over de 4 P's. Jullie hebben daar nog een filmpje ook van gezien. En ik ga nu naar de P van product. Daar starten we mee. Omdat product of diensten, behandelingen die je aanbiedt, levensader van je bedrijf. Dus dat moet goed zijn, dat moet verankerd zijn in de grondvesten van je bedrijf. Maar wat is nou een goed product of dienst? Even 2 benen waar je op kunt staan. Ene been is dat je zegt, ik ben zo overtuigd van het product of de diensten die ik lever, daar zoek ik klanten bij. En de tweede is dat je zegt, nee, ik heb een product, ik doe eigenlijk precies wat klanten vragen, hè, dus de diensten die ik aanbied, en die klanten komen dan wel. De ene is veel meer trendzettend, hè, ik bepaal wat er gaat gebeuren en daar komen klanten naartoe, en die andere is veel meer trendvolgend. Beide zijn goed. Wees je alleen wel bewust dat er 2 stromingen zijn in het aanbieden van behandelingen. Omdat het 2 andere effecten geeft. Als je gaat kijken naar de consument die graag bij een trendsetter komt, dat is een totaal andere benadering dan iemand die trendvolgend wenst. Dat is wat rustiger en dat is wat commerciëler. Vaak zie je bij trendzettende salons, trendzettende kappers, dat het ook vaak om heel veel meer creativiteit gaat. Dus dat moet je wel ook aan boord hebben. Even 2 verschillen, dat is wel belangrijk. Als je gaat kijken naar wat bied je nou aan behandelingen. Ja, want de P van product gaat niet alleen maar over verkoopproducten. Dat is gewoon een containerbegrip voor alles wat je doet binnen je salon. Dus ook de behandelingen die je aanbiedt. Als ik salons begeleid, dan ga ik vaak kijken op de prijslijst. Wat bied je nou eigenlijk aan? Soms schrik ik er ook wel van de hoeveelheid behandelingen die mensen aanbieden. Je ziet bijna door de bomen het bos niet meer. Dus voor de consument is dat heel onduidelijk, maar ook voor je team. Zeker als ze bepaalde prijzen moeten gaan berekenen die niet zo vaak voorkomen. Wat ik heb geleerd in de praktijk, bij het begeleiden van salons, is dat er maar een beperkt aantal behandelingen die je aanbiedt, winstgevend zijn. En wij denken als we maar meer aanbieden, dan komt de winsttoename vanzelf. Maar dat is niet zo. Bij een analyse die je maakt bij de P van product, dus de behandelingen die je doet, moet je eens gaan kijken naar de winst-omzetverhoudingen. Nou, wat bedoel ik daarmee? Je knipt en je kleurt, die geven een bepaalde percentage van de omzet weer. Maar ook moet daar een stukje winst uit gegenereerd worden. Helaas kom ik ook tegen dat er mensen producten of diensten aanbieden die totaal niet bijdragen aan een gezonde winstmarge. Die doen dat, hebben geen idee of het iets oplevert. En als je er daar te veel van doet, dat betekent dat je bedrijf niet zoveel winst maakt of misschien helemaal geen winst maakt. Dus de vraag is, maak ik wel, en tussen haakjes, genoeg winst? Of maak ik sowieso wel winst? Dat is een relevante vraag. Nou, bij de behandelingen, daar begint het, want die genereren een kaststroom. Als je nou je beperkt is tot de diensten die je aanlevert, en afhankelijk of je nou trendzettend of trendvolgend bent, als je nou eens gaat kijken, waar verdien ik nou werkelijk mijn geld mee? Dat is een van de eerste dingen die ik doe als ik een bedrijf analyseer. Ik ga naar de omzet kijken en dan staan er percentages achter. Vooropgesteld is wel dat je geautomatiseerd moet zijn, want die geven de percentages achter de behandeling aan en dat werkt veel sneller. Als je niet geautomatiseerd bent, dan kun je dit soort analyses niet maken. Ja. Een goede analyse heb je nodig om tot een inzicht te komen hoe je je nou kunt onderscheiden in de markt. Als je in het grote grijze midden zit, dan heb je het echt heel erg lastig. Want daar zitten mensen waarschijnlijk, of heel misschien zit jij daar ook, ik hoop het niet voor je,
die geen eigen gezicht hebben, die geen kenmerken hebben waar consumenten naar gaan kijken, hebben misschien geen website, kunnen zich moeilijk onderscheiden omdat ze niet vindbaar zijn. En uiteindelijk gaat het daarom. Wat voor onderscheidend vermogen laat je nou zien als je gaat kijken naar de behandelingen die je aanbiedt? Ben je een kei in kleuren? Kom daarmee naar buiten. Ben je een kei in knippen? Doe dat. Of misschien opsteken of misschien een combinatie van. Maar laat zien waar je voor staat met je bedrijf. Dus een hele volle prijslijst met 40 behandelingen maakt het zo diffuus, maakt het zo ondoorzichtig voor je consument en ook voor je team. Dat zie je door de boom het bos niet meer. Dus beperk je echt tot de kern van je bedrijf en maak daar een keuze in. En word daar gewoon waanzinnig goed in. En als je het al bent, zorg dat je dan beter wordt in wat je doet. Dat is wat de consument wil. Onderscheidend vermogen, je hoort er waarschijnlijk heel veel over. Maar wat is dat dan? Hoe kom je tot een onderscheidend vermogen? Ik heb jullie een model gemaakt en het gaat over een koffieboon. En een koffieboon kost inkoop 0,01 eurocent. Dat is gewoon een gegeven. Als we van dat gegeven vertrekken, dan kunnen we eens kijken wat je met een koffieboon kunt doen en hoeveel onderscheidend je daarmee kunt zijn. Als je dus gaat kijken naar een kopje koffie, dan kan je dat in een plastic bekertje of in een kartonnen bekertje doen. Ja, dan zou je ongeveer 2 euro kunnen vragen. 2 euro voor een koffieboon die 0,01 eurocent kost. Als je waarde gaat toevoegen, dus nog meer gaat toevoegen aan de koffie van 0,01 eurocent. En je maakt er een smiley in de markt en je doet er een koekje bij en je serveert het met een smile. Dan kun je misschien 3,25 euro vragen voor zo'n kopje koffie. 0,01 eurocent. Ik kom wel eens op Schiphol en dan ben ik verbaasd over de rij die daar bij die koffiebar staat. Daar vragen ze voor een kopje koffie 5,75 euro, terwijl die inkoop 0,01 eurocent kost. En er zit bij een stukje zo'n brokje chocola, daar zit bij een glaasje water op een mooi blad. En wat schetst mijn verbazing, elke keer als ik kom staat er een hele rij, maar heel vaak piloten, stewardessen, die een paar keer per week daar komen, maar dus bereid zijn om 5,75 voor een kopje koffie te betalen, 0,01 eurocent per koffieboon. Dus zij voegen daar zoveel waarde aan toe, dat mensen bereid zijn om 5,75 voor die koffie te betalen. Maar het kan nog gekker. Als je gaat kijken naar Venetië, naar het San Marcoplein, daar betaal je voor een kopje koffie 12,50 euro. Terwijl qua inkoop maakt het niet uit of je dat plastic bekertje, dat kartonnen bekertje, die smiley erbij doet of op Schiphol staat. Het is 0,01 eurocent per koffieboon. Denk daar nou eens over na. En kijk nou eens wat dat voor jou zou kunnen. Wat kun je nou toevoegen bij de diensten of de producten die je levert? Laten we nou niet elke keer maar over korting hebben. Voeg waarde toe aan dat wat je doet. En dat maakt de consument eager. Die wil dan bij jou komen. En die is trots op jou en je bedrijf. En dat moeten we hebben. Dat maakt ons groter. We hebben zo'n mooi vak. En ik hoop echt dat we nou stoppen met het altijd maar hebben over prijzen, dumpen. En ja, we zijn te duur en we zijn maar kappers. We zijn het mooiste vak van de hele wereld. Ik wil met jullie toch even nog naar de P van product of dienst kijken. Hoe kunnen we die meer laden? Hoe kunnen we meer uit de producten en diensten halen en dus ook meer uit de consument dan we op dit moment doen? Het is een manier van anders kijken naar wat je hebt. Ik heb jullie een model meegenomen, een matrixmodel. En daar is een kwadrant in, hè, 4 gelijke vlakken en daar hebben we een naam aangegeven. Ik noem ze even achter elkaar op in willekeurige volgorde. We hebben de question mark, we hebben de dog, we hebben de star en we hebben de cash cow. Ik ga ze ook verklaren voor jullie aan de hand van hoe het zou kunnen gaan ontwikkelen als je kijkt naar je consument. Dus ik ga het koppelen aan behandelingen. Als je gaat kijken naar de cash cow is ongeveer 80% schat ik in van de gemiddelde omzet van een kapsalon. Dat zijn omzetten die gegenereerd worden door klanten die er eigenlijk altijd zijn. Daar doe je niet al te veel moeite voor. Die mensen komen, wassen, knippen, feunen, wassen, knippen, drogen, kleuren. Die heb je. Dat is ook een goede basis voor je bedrijf. Dat zijn omzetzekerheden. Dan heb je ook een star. Een star is een
productgroep wat je kunt aanspreken. Bijvoorbeeld als je gaat kijken naar je cash cow, daar hebben mensen één kleuring, misschien twee kleuringen. Maar bij een star kun je veel meer zeggen, hoe kan ik nou meer kleuringen aanbieden? Dus hoe kan ik dat ontwikkelen? Daar zul je misschien ook op moeten investeren voor jezelf en voor je team. Maar hoe kan ik dat nou meer ontwikkelen, zodat ik meer omzet uit mijn bestaande cash cow klant kan halen? He, dus je gaat meer kleurtechnieken ontwikkelen, je gaat anders naar kleur kijken, je gaat misschien ook wel anders met de kleurklanten om. Dan heb je een star. Een star betekent dat je denkt, wat kan ik nog meer voor productdiensten toevoegen? Ik geef je even een voorbeeld. Wij zijn heel erg bij ons in het bedrijf met kleuranalyses bezig. Kleuranalyses betekent dat je gaat kijken naar de huidtint, naar wat voor kwaliteit haar je hebt. En daar geef je een advies bij. Toen wij ermee begonnen, zo'n tijdje geleden, haalden wij uit de cash cow klanten, uit de bestaande klanten, 28% meer kleurbehandelingen. Als je 28% meer kleurbehandelingen doet, dat betekent dat je dat direct kunt toevoegen aan de winst. Want je hoeft niet meer kosten te maken. Je kunt het met jezelfde personeel kosten doen. Dus je haalt meer omzet uit je bestaande, dus meer uit je cash cow klanten. En dat betekent dat je kun je direct toeschrijven op je winst. Als je gaat kijken naar je star of naar je star klanten, dan kun je kijken wat ga ik dan nog verder met die mensen doen. Wij hebben bijvoorbeeld, ik blijf bij mijn eigen vrouw als voorbeeld, die is van een gekleurd kapsel naar grijs gegaan. Ze is ongeveer 80-85% grijs en daar wilde ze naar terug. En dan denk je, ja, maar een kleurklant verliezen, dat wil je niet. Nou, ik zal je zeggen, wij hebben die dienst, de dienst aangeboden van het terugkleuren. Dan moet je 2-3 kleuren met elkaar, haar eigen kleur, de kleur die ze had en waar ze naartoe wil, die moet je blenden met elkaar. Ik ben blij dat ik die kosten niet heb hoeven dragen, want het was ongeveer aan behandelingen 2.500 euro geweest. En ze komen in het begin elke 2 maanden terug en dan gaat het uitgroeien. Dus dan blend je het naar de kleur die het uiteindelijk moet worden. En dan komen ze elke 4-5 maanden terug. Maar ze blijven terugkomen. Mijn vrouw gaat elke 2-3 maanden naar de salon om die kleur, die grijs tint, juist op peil te houden. Dus denk niet dat je dan omzet weggeeft. Nee, jij krijgt er omzet en nieuwe klanten voor terug. Want het is een nieuwe dienst, een nieuwe P van product die je aanbiedt. En daar krijg je ook weer mensen voor. Daar ga je mensen voor zoeken. En je hebt ze al, hè, die cash cow klanten. Heb je al bij het geven van advies veel meer mogelijkheden om meer omzet uit die klant te halen. Dat is veel goedkoper dan nieuwe klanten vinden. Maar als je nieuwe diensten aanbiedt, ga je er ook absoluut nieuwe klanten bij vinden. Een andere P van product die wij hebben toegevoegd, dus dat is echt een start voor ons, is een, wat wij vroeger deden, de metamorfoses. Dat heet nu een identity programma hebben wij ontwikkeld. Dus we gaan kijken niet meer wat kun je hebben als klant, hoe kort of hoe anders wordt het, maar in welke fase van je leven zit je en wat kunnen wij daaraan toevoegen. Ik noem even een voorbeeld hoor. Iemand die is bijvoorbeeld 40 geworden of die is moeder geworden of een herintreder of juist ontslagen of die is 50 of die is, noem het op, van een scheiding terug of whatever. Die mensen hebben meer zekerheid nodig en komen dan een identity programma bij ons doorlopen. Krijgen een kleuranalyse, krijgen een intakegesprek. Heel mooi voorbeeld was, er was een vrouw, dat kan ik me herinneren, die kwam bij ons. Ze was een hele mooie blonde vrouw, zo'n lief uiterlijk. En die was, zat in de raad van bestuur van de ABN AMRO. En die had als klacht, als vraag, ik word eigenlijk nooit zo serieus genomen bij vergaderingen, om domme uiterlijk. Nou, toen heeft Kim daar een hele mooie strakke boblijn in. Hè? Dus strak van strenger, maar wel die koe bewaard. En daar heeft ze heel veel voordeel aan gehad. En daardoor kregen wij weer veel meer klanten die dat eigenlijk ook wilden, dat advies en die zekerheid die ze bij ons kwamen halen. Als je kijkt naar de question mark, dat is ook een van de matrix invullingen, dan kun je gaan kijken, ja, wat is er eigenlijk nog meer op de markt waardoor ik of mijn cash cow klanten kan behandelen of nog meer klanten kan toevoegen aan dat wat ik nu ga doen. Nee, dus kleuranalyses heb ik al genoemd, maar hoofdhuidbehandelingen, al dat soort zaken die je daarbij kunt bedenken, die kun je daaraan toevoegen. Dus je gaat echt de markt verkennen en dan ga je kijken, ja, wat ga ik daarvoor diensten en producten voor aanbieden. Dan heb je ook nog de dog, dat is de hond. Ik weet ook niet waarom het de dog heet, maar zo heet het nou een keer. Dat zijn klanten
Ja, die hebben eigenlijk, die zitten aan het einde van hun cyclus. Hetzij dat ze het bedrijf gaan verlaten, maar in ons geval, in de kappersbranche is het zo, daar zitten ook vaak de weekklanten. Nou heb ik op zich niets tegen weekklanten, maar weekklanten hebben de neiging om op vrijdag en zaterdag te komen. Salons die ik begeleid, daar zie ik het onmiddellijk. Vrijdag en zaterdag zit bijna altijd vol met weekklanten, met dogs, ja, oneerbiedig, maar zo noem je ze dan. Het nadeel daarvan is, die mensen die besteden niet zo heel veel bij je. Want vaak krijgen ze nog korting, want ze denken dat ze heel belangrijke klanten zijn. En wij geloven ze, dus we geven ze korting. Je kunt er bijna niets aan verkopen. Hooguit misschien lak, zodat ze het wat bij kunnen houden door de week. Want ze komen elke week wassen, watergolven of feunen, whatever. En eigenlijk heb je die klanten wel nodig, maar niet op vrijdag en zaterdag. Daar zou je van kunnen kijken op de dagen dat je het minder druk hebt, dat je stoelen over hebt. Daar kun je deze mensen plaatsen. Ik raad je ook echt aan om daarna te kijken om van die dog meer cash cows te maken, maar dan in de goede zin van het woord. Eigenlijk met zo'n matrix kun je kijken, hoe kan ik mijn bedrijf nou verder ontwikkelen? Hoeveel inzichten krijg ik eigenlijk in wat ik nu doe en wat ik kan gaan doen? Het is een leuk matrix, het is een leuk model om eens naar te kijken. Hij staat straks ook achter mij volledig geprojecteerd, dus je kunt het lezen. En misschien word je er enthousiast van. Misschien denk je, nou, ik ga met mijn team eens zitten en daar ga ik eens naar kijken. En vraag ook eens aan je team, welke diensten zouden wij nog kunnen aanbieden die we nog niet doen? Dat zou je ook eens aan je klanten kunnen vragen. En je zou ook eens aan je klanten of aan je team kunnen vragen, welke diensten zouden wij kunnen skippen? Want er zijn dus diensten bij waar je eigenlijk niet zoveel aan verdient. Dat maakt zo'n matrix wel duidelijk. Dus kijk daar serieus naar. Doe je voordeel ervan ermee. En ik wens jullie heel veel kijkplezier en tot de volgende P. Dank jullie wel.